Onze zorg is op de intensive care. Dit zei VHP-parlementariër Deo Sharman vandaag in de Nationale Assemblee. Hij gaf onder meer aan dat oogoperaties nu niet meer mogelijk zijn in het academisch ziekenhuis. Sharman zegt dat het bijzonder slecht is gesteld met de gezondheidssector. En ik zal u zeggen, 3 van de 6 OK-operatiekamers zijn dicht. Simpel omdat goed opgeleide, getrainde verpleegkundigen, OK-assistenten weg zijn en hun heil hebben gezocht in een bepaald ziekenhuis in Nederland. Heer voorzitter, er is veel mis in de zorg. Kankerbehandeling, prothesebehandeling, just name is, alles gaat verkeerd. En juist na COVID, terwijl we bezig zijn die zaken op te schalen, zien we dat het precies daar misgaat. Ik praat nog niet over de primaire gezondheidszorg op eerste lijnsniveau. Op tweede lijnsniveau gaan er heel veel. En het lijkt alsof er beleid ontbreekt. En terecht wordt er gesteld, laten we prioriteiten stellen, middelen vrijmaken en inderdaad niet onnodig allerlei investment maken op dit moment in ambassades en allerlei andere zaken. Maar die zorg kan niet wachten. De gezondheid van mensen kan niet wachten. Er zullen doden vallen. Ook NPS-parlementariër Ivanildo Plein en ABO-parlementariër Edward Belfort spraken hun bezorgdheid uit over het feit dat oogoperaties nu niet mogelijk zijn. Ze vroegen de regering de juiste beslissingen te nemen. Maar ik wil toch even één punt nog stressen en dat is de oogoperatie. Ik heb begrepen dat bij AZP er een probleem is dat de mensen geen oogoperatie kunnen doen. Ik vraag toch wel de aandacht van de minister voor dit stukje, want de patiënten kunnen niet zo in de steek gelaten worden. De medische zorg, met name de situatie in het academisch ziekenhuis. Vandaag staat het in de krant, geen oogoperaties meer mogelijk in het academisch ziekenhuis. Het academisch ziekenhuis, voorzitter, is het enige ziekenhuis in Suriname dat oogoperaties kan doen. Hoe komt het zover, voorzitter? Hoe is het zover gekomen? Apparatuur is er niet. En al is het apparatuur er, gebruikte apparatuur kan niet gesteriliseerd worden. Ondertussen trekken specialisten en verpleegkundigen weg. Belfort zei dat de regering had beloofd dat de zorg niet in de steek gelaten zou worden. Volgens hem is daar echter niets van te merken. De DNA-leden hebben de regering gevraagd om meer te investeren in de zorg.